Goedemorgen. Anders is anders. Momentje. Ben ik op Instagram op logie? Ben ik erop of niet? Een momentje. Dat is een foto. Yes. Ze zijn traag vandaag. 2 minuutjes. Oei. Ja, good morning, goedemorgen. Ik ben op tv. Wilt jij mijn muziek misschien terug opzetten? Ja, laat maar dan. Oké, goedemorgen. Welkom in de herstellende yoga. Wat we nodig hebben, 2 blokjes. Dus als dat niet lukt. Als je dan nu hebt een pakketje maken met boeken, 2 pakketjes dan, so you will need 2 packets. Something is wrong. Blijven proberen. Yes, good morning. Laat het maar, liefje. Ja, laat het maar. Misschien is dat ermee. Oké. Again. So what do you need? 2 blocks. In case you don't have 2 blocks. Use some books wrapped in a blanket. 2 packages. En een handdoek. En die handdoek mocht je al in 2 vouwen. Nog eens in 2. En een heel strak rolletje maken. Hoe strakker, hoe beter. So make it really tight. It's to protect the lower back. It will give you a massage for your belly. En dan mocht je op de grond zitten. Misschien op een blokje. Misschien op je handdoek. And just feel your body. Connect. With the breath, connect with your body. Just feel, maybe you're stiff today, maybe you're open. En adem uit als je naar achter gaat, adem in als je naar voren gaat. Slow movements, so try to slow down the breath. Adem uit naar achter, adem in naar voren.
En dan maak rondjes. Circle. En ook hier. Breathe in when you go to the front. And breathe out when you go to the back. En dan make your circles as big as you can. And then make the circles the other way. En dan kruis je voeten in de andere richting. Cross your feet the other way. En kom naar voren. Dus misschien wil je hier blokjes gebruiken. Blijf op je zitpadje, stay on your seat bones. Misschien ziet het er bij je hier uit. Misschien lig je hier, hang je hier. Alles is oké. Voel wat jij kunt met je lichaam vandaag. Feel what you can do with your body today. Slow breaths. Slowly, slowly try to lengthen your back more. So feel what's happening when you breathe in, feel what's happening when you breathe out. Wonder what you feel. En dan kom op en blijf met zitpadjes op je mat. En we gaan eerst naar rechts. Kom zo ver als je kunt naar rechts. Dus draai je buik helemaal naar rechts. En zink. Dus probeer de lengte te houden. Try to keep your back straight. And keep your left knee down. Keep your left sit bone down. So I need time to go deeper, because when I do it too fast, my knee will come up. So just feel and take your time to lengthen the back, to breathe more space in your body. Probeer echt plaats te maken, plaats te ademen in die linkerzijkant, in die linkerflank. Probeer de twee schouders even laag te houden. Two more breaths. Voor mij is deze een grote stretch, dus kom er rustig uit. Zet je handen, use your hands to come out. En doe hetzelfde naar links. Dus wandel naar links, draai je buik naar links. Hou je rechterknie laag en take your time. Pak je een tijd om dieper te gaan. Slow breath. Twee schouders even laag. Misschien wil je je hoofd steunen. Try to lengthen your back.
Maybe you want to breathe out a few times through your mouth. If that feels better, you should do that. Just trying to ground, to get the breath slower, to connect with your body, with the breath. En dan zet je handen en duw je terug op. En dan kom op over je voeten, op je handen en je knieën. Spreid je vingers en dan draai je handen langs buiten naar achter. Pinkjes tezamen. Microbending the arms. Dus een klein mini buiging maken in je armen dat je niet overstrekt in je ellebogen. And if you want to feel more stretch, then walk your knees more to the back. Dat hoeft niet, maar dat mag. And then stay here. And then try if you can get your bum a little more to the back. And then let your rug zakken als je inademt. Lower down the back when you breathe in. And push your back up when you breathe out. Breathe in, lower down. Breathe out, push up, keep the micro bending in the arms. Dus zie dat je niet in je ellebogen gewricht hangt. En voel die stretch in je onderarmen, in je polsen. Duw die handen in de grond, push your hands in the floor. Als je veel achter je computer zit, misschien meer dan anders. Is een goede stretch voor die polsjes. En dan blijf hier. Keep the back round. Wandel de knieën meer naar achter. And try to bring your bum a little more to the back. Push your hands in the floor. Relax your head, stretch the neck. Three more breaths, come out, let's see a mantra ademen. Sigh. And then slowly walk your knees a little back, and before you shake, come on your fingertips, come on your toes. Spread your toes with your fingers. Come on your knees. Try to sit as straight as possible. Dus duw echt je gewicht in die hielen en dan moet je die handen shaken. I don't like this one. That's why I have to do it. Weer echt meer gewicht in die hielen te krijgen. Big, big stretch. For your toes, for the soles of your feet. En shake die handen harder. Dat elke vinger op zichzelf beweegt. Als deze niet lukt voor je knieën, kom dan even op je zitvlak zitten en probeer je tenen naar je toe te trekken.
But if you can do it with your knees, you should do it. Even if you don't like it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Bring your weight to the back. Bring your weight heel op de hielen. Three breaths. Okay, en dan kom rustig uit. Kom uit slowly. And tap your feet. Okay, one more stretch. Vingers open, rug van je handen op de grond. So bring the back of your hands in the floor. Maybe you can straighten the arms all the way. I cannot, but maybe you can. And then if you want more stretch, bring your knees a little more to the back. And again, breathe in, lower down the back, and breathe out, push your back up. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit, duw die rug op. Als deze te moeilijk is voor je knieën, misschien zit je dan op de grond en doet je dat hier. Als dat ook niet lukt, dan kun je één voor één die stretch doen met je andere hand. So feel what you can do. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit, duw die rug op. En dan blijf met je rug op en duw je gewicht meer naar achter. Push your bum more to the back. Duw die handen in de grond. Probeer je armen te strekken. Blijf hier. Dus blijf, blijf, blijf. Als dat moeilijk is voor je knieën, misschien moeten die handen naast u zitten. Misschien moet je benen een beetje buigen, die handen naast u zitten. En dan zo die handen in de grond duwen. En dan proberen meer. Je handen meer naar voren voor meer stretch. So, feel what your option is today. And give me a few more breaths. Blijf die poep meer naar achter duwen als je kunt. Relax your head. Oké, okay. Slowly come back en kom nu op de bovenkant van je voeten zitten en probeer to lift your knees. Dus misschien is deze al meer dan genoeg. Misschien kunnen die knieën heffen. Maybe use your towel between your legs. Dat geeft ook een massage voor je kaak. Dus ik blijf hier even zitten met mijn handdoek. Masseert mijn katen. In case you cannot do it on your knees, then straighten the legs and push your feet to the front. Just point your feet. Just look for your option and shake your hands. Big massage for the cause. Great. En steek uw vingers in elkaar. Weer altijd de lastigste dingen het eerste te doen en zijn we die vergeten tegen dat er iets gedaan is. Ben je niet meer kwaad op me. Wave. Oké. Okay. Goed. En dan beginnen we op onze buik. Dus dat strak rolletje leg je onder je heupknobbels. Your hip knuckles on top of your towel. Breng je blokjes in de buurt en nu een timer in de buurt.
So feel what you can do. If this is too much, then walk your elbows more to the front. Dus die handdoek onder je heupknobbeltjes. Voel wat je nodig hebt. Zie dat die ellebogen niet achter je schouders staan, want dan vallen je schouders naar voren. This will make tension in the shoulders. So your elbows are just under the shoulders, or maybe more to the front, if that feels better for your lower back. Duw die ellebogen in je mat. Dus als ik hang, komen mijn schouders naar mijn oren. Dus ik duw mijn ellebogen in mijn mat om die schouders meer open te krijgen. Then relax your head. Voel je buik bewegen. Feel your belly going up and down. Blijf duwen met die ellebogen in je mat. Dus probeer die borst open te houden. Vier tellen als je inademt. Vier tellen als je uitademt. Die ademhaling is traag. Ontspan uw gezicht, uw kaken. Feel your belly pushing on your towel or pushing into the floor. This is good for digestion. And we are using the spine in the other direction than what we are doing all day. So, die wervelkolom is in de andere richting, wat gezond is voor uw werveltjes. En dan blijven we met een borst opener, maar met blokjes. Dus je wilt echt alleen maar de bol van je schouder op je blokjes leggen. Dus zie dat je niet al die arm erop legt. Dus zet die blokjes een beetje open en breng alleen de bol van je schouder op je blokjes. Als je dat zelf doet, moet je misschien een paar keer terug beginnen. As long as this is not relaxing, then maybe bring your block a little more to the right, a little more to the left, a little more to the front, a little more to the back. This is your option. Maybe you want to have your blocks higher. Als je boeken hebt, misschien wil je meer boeken. And then you stay here. Dus als je je positie hebt gevonden, blijf je daar. Als je met boeken werkt, zet die boeken nog een klein beetje open. En probeer echt die schouder op een puntje van je boeken te zitten. Echt in de hoek van je boeken. Dan is het dan weer hier. Dus zoek je optie. En dan blijven we daar nog 3 minuten. Misschien heb je geen boeken of blokjes bij u staan. Dan moet je altijd hier blijven. You can always stay on your elbows, because it's the same exercise. But the blocks will just relax you more.
Dus alleen die schouders op je blokjes. En ontspan. Span je hoofd. Als die blokjes op de hoogste stand staan, raakt je hoofd de grond niet. Dat is oké. Okay. Als dat goed voelt, is dat oké. Okay. If this is too high, then please bring the blocks a little lower. It should feel relaxed. So feel that you're pushing the shoulders to the back. En een stukje tussen die schouderbladen gaan zakken. So focus on the space between the shoulder blades and let it sink. Relax your head, feel the belly. Rustig die buik op en neer laten gaan. Ontspan je kaken. Probeer of je trager kunt ademen en voel dat je meer plaats kunt maken als je trager ademt. Om eruit te komen, zet je handen op de grond en push yourself up. En dan doe je die blokjes weg. Kom met die armen naast u en draai je neus naar rechts. Turn the nose to the right. Two more breaths, hou die ademhaling traag. And then slowly come up and turn your nose to the left. Feel the difference. Stretch your neck. Oké, zet je handen, duw je rustig op. Leg je handen ergens vooraan
En dan gaan we hier, van hieruit schouderstretchen. Wat doen we? Leg je armen open als Jezus. Hou je linkerhand hier. Dus zorg ervoor dat die hand niet naar beneden valt of zakt. Blijf hier. Zet je rechterhand. Draai je buik open naar rechts. En dan breng je rechterbeen over je linkerbeen. Als deze te veel is voor je schouder, dus je wilt die linker schouder stretchen, maybe the option is both knees to your belly. And then slowly try to lift the right shoulder. But maybe you straighten the legs and bring the right foot over your left leg with your knee up. Maybe you can bring the right arm under your back. So bring the palm of your hand on the floor and try to slide your fingers under your upper back. Whatever you do, you need to stay for 3 minutes. Dus voel, als het te veel is, kom dan rustig terug. If it is too much, you come back. If you can, try to bring the right knee more and more and more and more up. En die handdoek, ik vind het beter om die handdoek onder mijn hoofd te leggen. It feels better when the towel is under my head. Breathe slowly. Stretch the left shoulder. Dus misschien zijn je helemaal niet ver gedraaid. Misschien lig je echt met 2 knieën op de grond en draai je een klein beetje terug naar de grond toe, naar de rechterkant toe. Dus voel wat jij kunt doen met die linkerschouder. But do not move your left arm. Feel what you can do without moving the arm. 2 minutes to go. Slow breaths. Maybe you can bring your left foot on the floor and also bring the left knee up. Feel what you can do. If that's too much, you come back. Hou die ademhaling traag. Try if you can turn your belly more and more up to the ceiling. Thirty seconds. Slow breaths. Okay, make sure that you come out slowly. Rustig, rustig, rustig eruit komen. Voor mij is het een super stretch. En dan stay here, breng je armen terug naast je. En draai je neus terug naar rechts. En dan blijf hier, blijf op je buik en breng je handen onder je heup. Bring your hands under your hip. Heel even onder je bovenbeen. Hands under your upper legs.
Heel, heel even actief. Wat wil zeggen? Keep your hands under your legs. Lift your legs. Turn your heels out. Lift the shoulders and stretch the front of your body. Using the back muscles. Blijf hier. 5 breaths. When you breathe in, you try to lift your legs, lift your upper body. And when you breathe out, you sink. But little small movements. This will energize your body. Breathe out, calm down. Breathe in, lift. Breathe out. 2 more breaths. Breathe in, lift. Good for digestion too. 1 more time. Breathe in, lift. Okay, let's go. Breng je handen terug. Als Jezus. Zet uw linkerhand. Rol over uw rechter schouder. So feel what the shoulder can do. Maybe just lift your knees. En als die stretch hier te groot is, kun je nog altijd die schouder meer laten zakken. Dus voel wat je kunt doen met die rechter schouder. Misschien is hij helemaal anders dan zijn andere kant. Misschien breng je linkerbeen over je rechterbeen met je knie omhoog. I want my towel under my head. Linkerarm achter je rug. En breng de handpalm op de grond en probeer die rug echt over je vingers te rollen. Roll your back on your fingers. 3 minuutjes. From now. Slowly, slowly, try to turn your belly up to the ceiling. And in this moment, you will feel that maybe this is easier than the other side. Maybe it's more difficult. Breathe slowly. Feel what you can do. Probeer die rechterknie, dat is uw linkerknie hoger op te brengen. Probeer die buik naar boven te draaien. Do not move the right arm. Two minutes. Maybe you can bring the right foot on the floor. Maybe you also can lift the right knee. But if that's too much, you do not do that. So feel what you can do. Feel what your body can handle today. Last minute. Slowly come out. Take your time. Bring your arms next to you.
5 breaths active. Dus wat we doen is, deze keer heb je benen, draai je hielen naar buiten. Hou de rug van je handen in de grond. Keep the back of your hands in the floor, but lift the shoulders. Knees are from the floor. 5 breaths. Breathe in. Lift your legs. Lift your upper body. And breathe out. Come a little down. Adem in. Kom een klein beetje naar boven. Met die benen. Mee bovenlichaam. Adem uit. En zak. Adem in. Kom een klein beetje hoger. Energizing the body. Breathe out and sink. 2 more breaths. Breathe in, lift. Feel your back muscles. So you're strengthening the back. Massaging your belly. Okay, nice. En dan zet je handen en kom in shout. Knieën even breed als je maat en dan die armen voor u. Misschien. Die armen over uw rug naar achter. Feel where you want to have your hands. Als child geen optie is, if child is not an option for your knees, you come here bringing the knees to your shoulders. Dus dat is de optie voor child. It's just the same, maar andersom. Stay in child. En dan gaan we van hier je vingers zetten, je zitvlak laag houden en gewandeld zo ver als je kunt naar rechts. Hou je 2 zitbordjes laag. Blijf hier. Maybe you want to have your arms on blocks. So feel what you need. So this is option 1. In case it was not possible for your knees, en je lag hier, breng dan je 2 knieën naar links. Bring both knees to the left. En misschien wilde hier een blokje tussen je knieën. Dus dat is een optie voor mensen met knieproblemen. Als je in child kunt blijven. Kom zo ver als je kunt naar rechts. 3 minuutjes. Hou je linker zitbordje laag, dat is belangrijk. En breathe. Dus ik vind het leuker met blokjes, want ik kan mijn schouders open houden. En dan kan mijn borst een beetje zakken en blijft mijn neus van de grond. Maar als je liever die handen op de grond hebt, be my guest. Hold je buik bewegen, probeer die zitbordjes goed te laten zakken, make yourself heavy. Vier tellen als je inademt, 4 tellen als je uitademt en voel, probeer meer plaats te maken als je ademt. Voel dat je plaats kunt maken tussen die ribben als je ademt, 2 minuten te gaan. Hmm.
Een minuutje. Kom uit, slowly, dus duw die ellebogen in de grond of op je blokjes. Kom uit. Zet die handen voor u en duw die rug even naar rechter. Push your back to the back. Als je op je rug lijkt, breng je knieën naar het midden. En dan strekken we armen eerst terug uit naar voren en wandel dan naar links. Wandel eerst met die handen, zo ver als je kunt naar links. Walk as far as you can to the left. And then use your blocks. If you want to use your blocks, you don't have to use your blocks. Keep your right sit bone down. Just blab that, stay there. And in case this was not possible for your knees, then you go with both knees to the right. Keep your left shoulder down. If the twist is too much for you, bring a block between your knees. 3 minutes. Hold the stretch in the rechterkant. Hou je twee schouders even laag. And try to keep the shoulders as far as you can from your ears. Try if you can breathe slower. Feel you can make more space if you breathe slower. Weer plaats te maken in die borst. Eén minuutje, 1 minute to go.
En om eruit te komen, slowly, slowly, duw die ellebogen in je blokjes. Wandel naar de midden. If you're on your back, bring your knees to the middle. En als je hier zit, duw die rug even naar achter. Oké, ik ga hem op bezicht. Breng je voetzolen tegen elkaar. Misschien breng je voeten meer naar voren. Pak je voeten vast, misschien je enkels. En shake a little. Probeer de rug lang te maken, lengthen the back. Rustig, die benen flapperen. En probeer echt die benen vast te pakken en om die rug rechter te maken. Probeer die borst naar voren te duwen. Je borstbenen naar voren duwen. Schouders laag. Probeer of je die schouders iets meer naar achter kunt duwen. En dan strek je benen uit. En breng je rechterbeen over je linker. Bring your right leg over your left leg. En dan heb je een blokje nodig. Wat je doet is, blijf maar zitten, maar zo kun je dat beter zien. Dus pak eerst je been vast, lengthen de back. En dan zet je rechterhand achter. En dan lengthen de back en turn the right shoulder more to the back. And now we stay here for 3 minutes. So what you can do is bring a block and lay on a block. Of bring dat blokje hoger. Of bring dat blokje nog hoger. Of bring dat blokje hoger en bring je hand op een blokje. So make it as comfy as you can. Three minutes. So slowly, 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 very gentle, try to turn the right shoulder to the back. Zien dat je neck okay is. Dus het enige wat je moet doen is proberen die rechterknie goed recht te houden. En dan probeer te voelen dat je plaats kunt maken. Plaats ademen als je inademt. En zachtjes, zachtjes, zachtjes die rechterschouder meer naar achter draaien als je uitademt. Doe iets met je hoofd dat goed voelt. Misschien wil je die neus een beetje meer laten zakken. Misschien moet dat blokje hoger. En dan voel twisten, voel die torsie. Het is moeilijker om te ademen, je wringt echt je organen uit. Dus voel dat je zachter moet ademen om plaats te kunnen maken. You need to breathe softer. So try to breathe space in the left side of your body. Voel je stretch in de linkerkant. Rustig plaats ademen.
En om eruit te komen, blijf in je twist. Pak je blokje vast, zet je blokje achter je op de grond. En lengthen de back when you breathe in. Misschien is die rechterarm een beetje gebogen. En breathe uit en breng je rechter elleboog naar achteren. Kijk over je rechter schouder. 3 more breaths here. Dus probeer echt lang te maken. Lengte te maken. Doe iets met je hoofd dat goed voelt. Als je nek lastig is, draai die neus iets terug. En je bent lang in de twist gebleven, dus kom er rustig uit. En hug yourself. Breng je 2 voeten in en hug yourself. Ik voel dat hard. So this is a big twist, I guess. Oh, it's almost time. Wow, that was fast. But we really, really, really need to do the other side. Dus, strek je benen. Wiggle a little. Breng je linkervoet op de grond. Maak je rug lang. Lengte. Draai een beetje naar links. En dan pak je blokje. Maybe your block is here. Misschien is je blokje hier. Misschien is je blokje hoger. Misschien moet je hand nog op je blokje. Dus voel wat jij kunt doen. 3 minuutjes. Voor mij is dat een grote twist. Ik voel dat echt hard. Als je dat niet hard voelt, dat is oké. Steken dat je minder spanning hebt. Dus je moet in een herstellende yoga niet alles super hard voelen. Dus probeer echt je ademhaling trager te krijgen. Voel dat je plaats kunt maken als je inademt. En heel, heel rustig probeer die linker schouder meer naar achter te draaien als je uitademt. Try to turn the left shoulder more to the back when you breathe out. Probeer stretch te voelen in die rechterkant. Je wringt alles uit, dus hou die ademhaling traag. Two minutes. Probeer of je trager kunt ademen, meer plaats kunt maken. Last minute. Voelt bij mij ook helemaal anders dan die andere kant. And stay in your twist, remove the block
bekkenblok je vast. Zet die links. Adem in lengte in de bek. Adem uit, draai die linker schouder achter. Adem in. Enter. Breathe in. And turn. Two more breaths. And come rustig, rustig, rustig. Uit uw twist. Breng een blokje en misschien nu een handdoek, omdat dat zachter is. Onder uw knieën. En wandel je zitbotjes eerst naar achter. Walk your sit bones more to the back. En dan kom naar voren. Kom over je benen. Probeer plaats te ademen in die rug. Breathe more space in your back. Blijf daar. Stay there. Follow me on Instagram. It will end in 2 minutes, so I will stop it and start it again. Stop. That was not fast, but I'm here again. Okay, so we were here. Slow breaths, maak plaats in your rug, breathe more space in your back. Nog 1 minuutje, stay for 1 more minute. En dan komen we rustig op. En dan rest er nog Shavasana. Nu dat we toch die handdoek hebben, probeer die handdoek tussen je schouderbladen te leggen. Dus in het midden van je mat. Maybe use the two blocks under your knees. So bring the towel between the shoulder blades en voel even je nekwerveltjes mogen die handdoek niet raken. So if you feel that the neck vertebras are touching the towel, then bring the towel a little lower. Strek die handdoek zo ver, zo hoog mogelijk, zonder dat je nekwerveltjes die handdoek raken. En dan pak je hoofd vast, lift your head, pak je nek goed lang.
En laat je hoofd terug zakken. En dan take the time to slow down, cool down. Take the time to feel what happened in your body for the last hour. Misschien is this te laag. So in case this is too low, then you should get up. And take something to put under your head. So I think this will be much better. And then you start all over again. Beter om 5 keer terug opnieuw te beginnen. Om uiteindelijk meer ontspanning te krijgen. Okay, so take the time to relax, sink into your yoga mat. En pak even een tijd om te voelen. Probeer die benen zwaarder te maken. Probeer die armen zwaarder te maken. Slow breath. Ontspan je gezicht, ontspan je ogen. Je ademhaling is traag. Probeer om echt dieper in je mat te zakken. Voel dat je je borstbeen zachtjes naar boven duwt en dat je schouders zachtjes naast je hand ook naar beneden kunnen zakken. Dat is ook een hartopener, maar heel subtiel. Het was goed weer vandaag, dus je kunt ook in deze positie gaan zonnen straks. So if you have the time, you can stay here for much longer. If you want to come out of this one, slowly move your fingers, move your toes, and stretch yourself. Give yourself a big stretch. En dan buig je benen, wandel je voeten dichterbij. Draai naar ene kant, doe je hand ook weg. Remove everything under you. And bring your knees up, wiggle from right to left. Turn all the way to the left with your knees. Drop the right shoulder. En kom helemaal naar rechts.
Drop the left shoulder. There's no, not one cloud. Super blauwe lucht. Het is een super mooie dag. Kom, rol over uw rechter schouder en kom op. Thank you so much. Dankjewel om mee te doen. Het was een heerlijke dag. Geniet ervan. Kom uw handen naar het derde oog. Voor je hart. Namaste. Dankjewel. Bye. See you on Saturday on Instagram van Yoganblog. Of op maandag op de Instagram van Lajim. Bye bye. Enjoy the sun. Maybe not in South Africa, maar je wel doet mee. Bye.